Maar nu vond ik echt een dino en nog een prachtig... Oh. Tom en Bram, het nieuwe boek van Ralf Dikmans. En daar willen wij meer van weten. Omroep Dommeland, Nieuwsflits. Ik zal ze alle drie signeren. Eén voor Tom, één voor Bram en één voor de luisteraar. Dat komt helemaal dik in orde. Op verzoek van Q-Music, de radiozender, heb ik een stripboek mogen maken over Tom en Bram. Tom van Weert en Bram Krikke. Dat zijn twee bekende discjockeys. Ja, dat zijn heel bekende discjockeys. En vooral Bram Krikke is erg bekend onder de jeugd. Omdat hij heel veel YouTube-filmpjes maakt, TikTok-filmpjes maakt. Die de jeugd enorm aanspreekt. Dus ja, erg vereerd. Met zijn snorretje. Met zijn snorretje. Ja, met zijn bekende snorretje. Ja, ja, maar hoe komt Ralf uit Boksel in beeld bij Q-Music? Nou, dat was eigenlijk op een zomerdag. Ik zat hier op de werkkamer, eigenlijk op een mak te striptekenen. Ik heb altijd de radio aan, want ik vind muziek prettig op de achtergrond. En toen kwam de vraag vanuit Q-Music van, wat ben je nou aan het doen? Ik stuur in de app, ik ben aan het striptekenen op mijn zolderkamer of op mijn werkkamertje. En een minuutje of twee later werd ik gebeld. Hallo, hier met de producent van Q-Music. Wil je daar even in de uitzending komen? Ja. Dus een heel kort interviewtje gehad. En daarna echt in de uitzending met Tom en Bram. En dat ging eigenlijk heel gemoedelijk. En het laatste wat ze vroegen was... En die stripboeken, waar zijn ze te koop? Ik zei, ik stuur er wel een paar op. En nou ja, ik heb nog een fotootje gekregen dat ze boek ontvangen hadden. Nou, superleuk. Nou, ik zo gelaten. En een paar maanden later op vakantie, op mijn vakantieadres... word ik gebeld door een nummer uit Amsterdam. Ik denk... Wie is dit? Mijn dochter zegt nog, opnemen pap kan best belangrijk zijn. Alsof ze het voelde. Ja. Het was Q-Music van, goh Ralf, we hebben je boek eigenlijk gezien een paar maanden geleden. En we zijn eigenlijk zo onder de indruk. Zou je niet een stripboek willen maken over Tom en Bram? Ik helemaal overvallen. Ja hoor, dat is goed. Kun je dan even naar de studio komen? Even naar Amsterdam, even naar de studio. Ik zeg, dat is goed. Ik wil even terug naar het moment, je bent op vakantie. Heb je net dat telefoontje gehad? En dan hang je op of druk je hem uit en dan? Dan sta je even te kijken van, ik ben er niet voor de gek gehouden. Er is niet ergens een verborgen camera. Dat was mijn eerste gevoel. Echt een gevoel van ongeloof. Van, ja, dit geloof ik niet. En zeg je tegen je vrouw? En die zegt, ja, dat zal wel. Mijn vrouw is heel nuchter. Ja, maar ik zei echt, ik ben echt gebeld. En toen zei ze van, oké. En hoe verder? Nou, een mailtje gekregen. En ik naar de studio. En dat vond ik wel een heel spannend moment. Want ja goed, je komt daar toch aan. Je ziet voor het eerst Tom en Bram. Je ziet er ook allerlei mensen vanuit het nieuws. Ook van RTL Boulevard bijvoorbeeld. Die lopen er allemaal rond. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje een kind in de snoepwinkel. Zo van met open mond alles aan het bekijken. Van wat gebeurt hier nou toch? Ze boden me ook drinken en eten aan. En ik kreeg een hap door mijn keel. Oké. Gewoon zo zenuwachtig was ik. Want ja, ik ben maar een... kleine tekenaar. Ja, dat is eigenlijk, want als je tekent, jij zegt je bent een kleine tekenaar, maar je bent een kleine tekenaar tot er iets gebeurt. Je moet altijd een beetje geluk hebben, zeg ik altijd. Of het nou met muziek is of iets, een creatief vak of een schilder. Ja. En dat geluk, daar heb jij dan. Dat denk ik dan, ja. En het gesprek ging ook eigenlijk erg heel prettig. En er was een hele fijne sfeer, atmosfeer, sorry, waarin je ook merkte van nou, hier kan wel iets moois uit voortkomen. En toen zei ze ook van, nou ja goed, ga maar eens aan de gang. Ik kreeg ook echt carte blanche qua tekenen. En dat vond ik wel heel prettig. Het was niet dat ze zei, je moet in die stijl of moet in die stijl. Dus dat gaf mij wel heel veel vrijheid. En ik heb ook voor de eerste keer echt een heel boek zelf bedacht. Want normaal werk ik met scenaristen. Nou ja, maar moet je dan niet, als je zegt, nou, ik heb nou drie bladzijden af. Ik ga een voorbeeld sturen hoe jullie eruit komen te zien. Heb je dat wel gedaan? Of? Ja. Elke, al was maar een halve bladzijde, elk ding wat ik had, stuurde ik direct door. Ook ter goedkeuring. Van, is de tekst goed? Klopt het een beetje? En, want ik wilde wel dat dingen ook gewoon klopten. Het moest wel fictie zijn, maar ook een stukje realiteit. Dus daar vond ik wel heel belangrijk. En nu is het boek uit? Ja, ik heb hem hier liggen toevallig. Nou, laat zien. Oké, kijk. Dit is het boek. En, ja goed, het is alleen de voorkant natuurlijk, maar ik zal een stukje... ik zal een stukje van de binnenkant laten zien. Ja. En dan zie je ook inderdaad een stukje muziek die erbij komt. Ja, ik vond het ook erg belangrijk om wat kleine hints naar muziek te plaatsen. En ja, gewoon stukjes ook realiteit. Hier zie je bijvoorbeeld dat Bram een hele verzameling heeft. Is ook echt zo. Dit is een stukje realiteit waarin voorkomt. Alleen op het einde, hoe het dan afloopt, is natuurlijk complete fictie. Dus ik wilde wel dat dingen ook ergens klopten.
dat ook wel een stukje herkenbaar Bram en Tom was. Kun je iets vertellen over het verhaal? Het zijn verschillende verhaaltjes. Het was ook eigenlijk een verzoek. Van we zouden graag, net zoals Donald Duck, eigenlijk korte verhaaltjes hebben. En dus heb ik ook bedacht van, nou, hoe ga ik het doen? En ik heb eigenlijk alle elementen van de strip heb ik erin gedaan. Je hebt een strookstrip. Sorry. Een strookstrip? Ja, een strookstrip is, dat is één strook, weet je wel, die je in de krant vroeger zag. Vaak in drie plaatjes. Je hebt dan de cartoon, waar we net over hadden. Eén plaat, één grap. De één pagina strip, net zoals George en Jim vroeger was. En je hebt het verhaaltjes, zoals in de Donald Duck, Siske Wiske, noem maar op. Maar dan hele korte, korte verhaaltjes. Dus ook kon ik op die manier mijn creativiteit echt wel kwijt. Ja. Is het nou zo, dan vraag ik me nou even net af, dat de spanningsboog minder is dan vroeger ook? Dat mensen, als ze echt zien, oh, de vijf bladzijden, ga ik echt niet lezen. Ik ben er bang voor. Ik ben er bang. Mijn hoop is ook altijd ook als tekenaar dat ik weer mensen weer aan het lezen krijg, weet je wel. Van, ik ben geen schrijver, ik schrijf geen boeken, maar ik probeer wel een stap te zetten naar. En ik sta ook voor de klas. En daarin vind ik het ook heel belangrijk dat kinderen ook gewoon lezen en leesplezier hebben. Ja, nou is, denk ik, in Nederland het strip, stripboeken, dat is een beetje ondergewaardeerd vergeleken bij andere landen. Klopt dat? Klopt als een bus. In België is een stripboekentekenaar, een striptekenaar, is echt wel een, ja, ze zeggen ook echt een artiest. Het is ook de negende kunst in België. En in Nederland wordt een beetje gedaan alsof, ja, is leuk voor de kinderen. Terwijl ik denk van, nou, ik heb het ook bewust geschreven met volwassenen in mijn achterhoofd. Dus het is echt niet alleen voor kinderen, inderdaad. Want dat was mijn bedoeling niet. Ja, en, maar je zegt je bent leerkracht. Is nou jouw droom om ooit hiervan te kunnen leven? Of van het striptekenen? Dat is mijn droom altijd. Maar ik ben ook een realist. Want je bent ook afhankelijk van opdrachten. En zo'n prachtige opdracht als van Q-Music krijg je niet elke dag. Dus ben ik ook heel erg bewust van, nou ja goed, ik moet ook gewoon blijven werken daarnaast. Ook een pensioen om te bouwen en zo. En, maar het is zeker mijn droom. Absoluut. En merk je nou zo'n opdracht dat het aantrekt? Ik merk wel ineens dat ik nou omkom in de bestellingen. De Q-Music kon ik alleen weggeven. Ik heb een paar gekregen. Die mocht ik weggeven. Maar nou is er wel een enorme interesse naar, waar heb je nog meer en ik wil dit en ik wil dat. En de bestellingen die stapelen zich op. Ja. Ja, en wat gaat de toekomst brengen? Dat weet niemand. Maar ik hoop in ieder geval meer van dit soort opdrachten. En ik hoop dat ik een weg heb geslagen tussen radio en strip. En wie weet dat we er uit meer uit voortkomt. Dus, ja. En heb je reacties gekregen al? Ja, heel veel positieve reacties. Van bekenden? Van bekende mensen niet zozeer, maar wel binnen de stripwereld. Van ontzettend leuk. En vooral de Nederlandse markt duikt er ook op. De Belgische markt is wat terughoudend, want die kent de DJ's niet. Dat snap ik ook ergens. Maar de Nederlandse markt is wel erg gecharmeerd ervan. En, waardoor ik ook onder andere mag signeren bij het stripschap. En dat is een stripschap? Stripschap is een beetje de grote organisatie die zeker in de jaren 80, 90 en 2000 hele grote stripbeurzen organiseerde. En dat was een beetje toonaangevend op het gebied van strips. Inmiddels zijn er natuurlijk meer organisaties bijgekomen, maar ik voel me wel vereerd dat ik daar mag signeren. Ja, ja, precies. Ja. En als je nou volgende keer weer daar loopt in Hilversum bij de mensen van Boulevard, dan zeggen ze, hey Ralf. Dat weet ik niet, maar bij Q-Music was het wel zo. En dat vond ik wel heel erg leuk. Oh, je bent die striptekenaar. Oh, wat leuk. Dus dat vond ik wel, ik voelde me wel een beetje groeien, ja. Ja, ja. Dat is toch ontzettend leuk. Ja, dat is echt, echt genieten. Echt, ik ben ontiegelijk trots. En terecht. Goed, jij zegt het. Ik hoop het wel. Maar ik vind het gewoon, in de eerste plaats gewoon heel erg leuk. Ja. En plezier is het belangrijkste. Dat is het ook. Nou, ik wens jou heel veel succes in de toekomst. Ja, dat we nog meer van jou mogen zien. Heel veel meer. Nou, ik hoop het ook. En dan hoop ik het weer hier te kunnen laten zien. Dus dankjewel.